Lukt het, Rolf Jan? Hoe kan dat, tenkst? Hoe kan het als je steeds achteruit gaat, tenkst? Oeh, dat begint er op te jongen. Met die de man in de jacht? Of was ik gewoon samen bij de squallen? Ja. Als fruit bij de squallen. Dan speelt hij hem eens even skin en dan krijgt ze morgen in tronken bij de squallen. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik had er al wat dingetjes op zitten. Ik heb zaken aan de squallen gebracht, heel dan naar mijn mem. En ik ben al even naar Ljouwdwest voor een oerles. Ik ben nu weer thuis en ik zal nu de vaatwasser even uit en inroemen. En dan word ik aannemen aan de slag met de gitaar. Als ze even lekker vest geschreven. Ik ga nog wat dingen in mijn hollewerk met schreeuwen wil, dus dat ben ik eigenlijk van doel. En het is heel lekker waar, dus ik wil eigenlijk alleen nog van de mooie even spenderen. En als de band dan vanmiddag thuis komen uit Squallen, boek eens even met hun de natuur in. Want er ben een heel soort twanbijen en ik dacht ik even misschien wel even een twanbijenziekje en even twanbijensje en meidje. Dus dat weer eigenlijk een beetje mijn idee voor jou. Het kan nog helemaal over in vanzelf, maar dat weer een beetje mijn plan. En als een paar keer zaken thuis is van de midden, dan misschien nog even mijn een paar keer zaken in de natuur. Want die heeft altijd wel leuke dingen te vertellen. Dus als die thuis is, moet ik nog krijgt in onder mouw loeken. Maar nou ja, even een aanwachtje als die het drok had of het tier voor had. Dus dat wacht je weer aan. Maar sowieso even met de band twanbij plukken. Ik vind het heel leuk. Dus ik zie aas even wat mandjes op zitje wedstrijd. Mijn kind of even een bakje. En dan dat lekker dan. Ik denk dat met dit mooi waar. Maar ja, ik wil boeten ondernemen, ben ik van mening. Maar dus eerst even huishoudelijke taken. Machtig. En dan even lekker met de gitaar pingelen. Even sjongen en scrollen. Daar ga ik echt super volle nog in. En dat is er de laatste week amper van kaam. Dus nou echt even tiert om dat met het aanhaksen. Dus ik neem je nu weer even smaak. Hey, via je net, abonneer je dan even een blauw toon compleet in. Het zilveren materiaal hier. Want ja, ik ben echt gewoon man en vrouw van het hoe is het alles wat opromje was. Hè? Dat wel eens vergeten natuurlijk, maar dat jij trekt die, hè? Dat doe ik nog even. Als man zijn we een soort van octopus, hè? Vrouw, man, huishoudster, skimmakster. Verhaaltje vertelster, taxi, waskvrouw, ja wat net eigenlijk hè, multitasker, maar ik klein hè, want ik doe het mijn leven. En ik had een man die tekens zo dat doet, dus ik maak echt een keer. Ik bedoel, ja, ik heb het altijd druk met werk, maar als ik hem vreef van was dit of dat, dan hij zal net gauw nee zeggen, dus ik maak net klein. Zo, actie in de taxi. Nou ja, ik ga sowieso fjouwe dingen ga ik even de uithelle week aan de slag wil. Want er zijn volle meer ideeën, maar dan wordt het wat volle van goeie. Ik ben laatst wat strand in het veske over, nou ja, dat mijn jonkje zo gauw grut werd. Zaken, zeg maar. Dus daar heb ik even aan de slag. Daarnaast heb ik nog een leuk idee over... ja, eigenlijk soms zaken dat in één keer. En dan is het verske van ze praten een beetje Frans, Duits. Maar zaken maken daar een hele leuke versie van. Dus eigenlijk wil ik die wel even uitschreeuwen en een beetje, nou ja, echt in die richting meidje. Maar zaken zong dus het volgende. Die zong ze praten een beetje Friesk, Duitsk. Ik denk, hey, dat ging wat mij. Dus die heb ik opschreeuwen. Dan had ik nog een duet, een beetje een rockabilly-achtig, bluesy duet. Die zong ik echt wel eens, maar die boek was oerzetten in het Fries. Of in ieder geval een Frieske tekst erop, meidje. En dat is I've Got a Feeling van Mikey en Sylvia, zong dat net als me. Ik dacht, misschien kan ik daar een leuk duet van, meidje. Dus dat zit nog op mijn lijstje. En het lijkt me wel leuk om echt voor de jeugd en voor de band, maar ik gewoon van volwassenen een lekker simmernoemer. Gewoon, nou, het is nou lekker waar en ik zit in de auto en ik ken een noemer wat echt door de simmer. Ik denk, oh, zij iets lijkt me echt wel leuk. Maar ja,
Dit ben natuurlijk eigenlijk al wat de volle ding om je te doen, maar stapsgewijs ging ze bij de een super vier kom. Dus dat is een beetje mijn planning voor de semana. En dan van een beetje even lekker naar boet. Maar eerst even lekker schreeuwen. Ik neem je mee. Als hij zou pinten en al die in het spier. Maar even een beetje waarom hij hoe kom ik alweer schreeuwen hier. Een liedse pop-up is net meer, soms doet dat wel even zeer. Een tram rollet mij goed gezicht, mem is altijd bij mij, als dat maar wist. Liedse jongen, wat wist hoe dat schaap kreeg. Dat is wel wat. Zit hier iets fout zien, maar dat weer. Dus ik ben tevreden. Zo, dat ga ik er even afzetten. Hier versje zo goed als kleer. De oren die houden we even in het vet of in het vat, hoe zeg ze dat? Want ik moet vaker spelen, want ik viel mijn vingertoppen. Dat betekent dat ik net vaker nou spelen. En dat klopt denk ik wel. Dus ik moet het weer wat meer oppakken. Dus dat ging ik ga ik met mezelf oppraten, dat ging wel. Dus beloofd is beloofd, dat doen we. Nou, dan zoek ik maar die bandjes twaalf ziekje. Maar ze wil lekker boeten aan het badje, want het is heerlijk wetter. Heerlijk wetter? Het is heerlijk wetter. Ja, het wetter is echt heerlijk, maar ik bedoel, het is heerlijk. Waar? Waar, het is heerlijk waar. Dus de twee jongens binnen even zon het badminton. En de grote jeugd is op een subplank en die gaat de bosjes zien. Jij bent een bosjes, man en vrouwen? Dus die ben lekker daar aan het oude horen. Nou, ik zei, we zullen wel over rond komen. Maar het is nou echt zo'n heet waar, dus ik snap wel dat ze lekker mijn wetter griemen willen, zeg maar. En ik dacht bij mezelf ook anders dan, als het van een beetje net mijn slaap, misschien dan joen naar het eten heen, mijn zaken even op een struin om te warmen in het ziekje. Dan, het is toch heet dan ik om naar boven naar bed. Dus dan misschien naar het eten nog even het warmen ziekje. En anders een andere keer, hè. Dat kan ook. Maar de jeugd vermaakt het wel, dus dan ging ik een bakje koffie doen. En dan even mijn Ilie kroepen. Ga maar bij daar, jongens. Oeh, gaat het een beetje... Oh, drits. Oeh, wil je hem net zwemmen? Ja. Aan ze even. Je moet eerst even een tennisje. Nee, Hameldien. Is Scott of valt daar, Olof Jan? Ja. Oh, maar Jean, die staat er zo in. Maakt het hier net zo vol uit, zeker? In de wapens. Waar ben je in wapens? Oeh. We hebben een plisje-boefke. Plisje-boefke. En waar de plisje en waar de boefke? Jaren is ook een plisje en dit keer ga je zitten binnen. Oh, en jij bent ook plisjes? Ja. En liep eens even zien, wat hij hem op een jaren krijgt, Dien? Liep eens even zien. Ah. De chitsvlog tattoo, cool hè? En ik kies dan scannen en dan komt het op uw chitsvlog YouTube kanaal. Dus dat is echt super cool. Ik kwam al een paar foto's voorbij van Eva die hier kan een tattoo. Dus dat is wel heel leuk. Ga je hem al de chitsvlog tattoo? Laat me even zien, stuur even een foto op en dan nou, misschien deel ik hem wel even. Dat is wel leuk. Maar ze is mijn potten. Hi. Zie je, die is zo mooi. Oh, is zo'n mooie bal. Wauw. Hey schat. Ook eens toevloggen. Hallo. Hallo. Doe best wat kameraden voor hen onderwijs zeker. Had je er onderwijs afsmieten? Nee. Nee? Oh, die haal zwom. Dat werd hetzelfde plisje-boefkespultje. Oh, leuk. Maar het wetter is net koud, denk ik. Ik ben een nepplisje, dus eigenlijk mijn schakel wil ik helemaal witte dat ik. Oh, lekker. Oeh. Dus ik moet nog even hierheen brengen. Ja, zet ze hem al ergens om ver staan of ja, zo? Ja, deze keer.
Oh, best. Super. Hij is jaren. Super. Lukt het er al of ja? Hoe kan dat, tankst? Hoe kan het als je steeds achteruit gaat, tankst? Nee. Zeg nog eens goed achter. Bij de achterkant. Dus is het vast, pop. Mag ik die even los, maatje? Ja, fijn. Ik zei die al drie, maar ik denk dat komt niet goed. Tja. In het waar. Alsjeblieft. Doei. Dank je. Zetjes? Ja. Die zit mooi te peddelen. Nou, de bench is af een beetje heerlijk boarten in de tuin. We gingen van alles plant, twambuin plukken en mijn paar zaken in de natuur. Maar het is heel de oorsprong. Ze gaan echt super vermakken. We gaan krijgt eten, heel al uit de bed. En ik zei het je zaken, lijkt het hier nog leuk om toch nog even twambuin te zieken. En daar heb je er wel zin in. Dus baby voor mij. Ilo die brabbelt nog wat, maar dan ben ik bloot toch in de buurt. En ik... Ja, ik zei, we hadden ik twam bij een in ons eigen tuin. Dus ik heb eerst eens even zien. Hier. De andere is heel goed. En shit, dan maakt eigenlijk de zwarte diep in goed. Maar mijn iedereen dan maken dat niet. Nee, hè. Maar nee. Draaien dan wel. Nou ja, de donkerste, maar waar? Zeg maar de zwartige. Okay, we hadden een mandje. Was het mandje? Peren. Ja, dat is er niks. Dat kan wel. Ja, zie je, ben ik een prutje. Zo, mem kan deze takken wel wat naar beneden, en dan kan je deze nog even pakken. Ja. Klasse, jongen. Wat nou? Ja, dat is er niks. Doe maar in het mandje. Zullen we nog een achter bij het bos? Kunnen we Chantal nog meer binnen? Die ziet kan er ook nog reetje. Dan is het mandje mee. We rennen hier even de reet uit. Want er op achterin, wie vroeger altijd, toen mijn lid weer vroeger, wie een derde altijd wel bosjes met trampen. Zullen we Chantal nog komen binnen? Oh, de guide jet is echt, yes? Nee! Ik heb aan nog even met Bigs, ja. Zullen we hier doorheen? Ja, sure. Hier. Best nou. Je ging met mijn rek altijd terug, hè? Ja. Het is wel droog, joh. Valt wel slachtig. Alleen de geliezers wordt je, maar naar mijn spullen. Ik ben brrr. Nou, maar wat denk ik om mijn brandnetels? Want dat viel net fijn met blote voet. En dan is het stiekem van. Oh, nee. Zie, dan moeten we hier aan in de bosjes. We gaan beginnen, denk ik. We zijn even shit. En daar is een wiet er weer toe. Maar ze zijn even shit. Zou die pakken? Of moet ik die pakken? Winstiekelbosjes. Ja? Zal ik ze erin houden? Ja. Zo, hier is hij. Hier. 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 Je bent wat meer dan thuis, zaken. Ja. Tadaa. Oeh, ik heb er al op te likken, jongen. Met die dan mooi man in de jacht? Of was ze gewoon samen in de squallen? Ja. Als fruit bij de squallen? Ja. Dan speelt hem ze even skin en dan krijgt ze morgen in het tromke mijn squallen. Ja, eigenlijk net te vol. Maar als de volle buik is op iets, krijg je de pinnen. Buk. Een handje vol met boekinnen. Maar dan een beetje meer ziek, ja? Ja. Er zit eigenlijk een hele green achter. Ja, green hoeven we net. Want dat ben. Je was hier eigenlijk tussen, hé. Hier, en hieronder zit het hele mooie donkere. Goed zo, jongen. Daarboven hing je dan vissen. Nou, krijg je een dingetje, Jimmy, omdat het een beetje krietelt een beetje. Krietelt of kriebelt? Au, krieg dit stukje. Zie je erop? Ja, dit is mooi, Krust. Ja, daarboven nog een peer. Oh jongen, dit is een hele goede hoek hebben je. Goed, mooi. Ja.
dus is heel zacht. Lekker bosje. Twee. Drie. Jouwe. Vier. Ja, oeh, hark. Oh, dat is boeken. Ik heb boeken er een baby voor. Daar heb ik. Dan hoeven we dan naar. Schoentje. Zie je? Ik dacht ik jij heel dan, maar het is boeken. Nou, boeken is natuurlijk in ieder geval. Nou, dit laatste bosje, zullen we nog wat? Op mijn mandje gaan we pakken op. Ja. Nou jongens, wie? We gaan net skipperen daar, hoor, net zagen. Ja. Nou, wat zijn ze dan? Hoe is dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw toonk omheen. Heb je net de chill op te downloaden van die tablet als telefoon? Hé, kom maar naar je chitsvlog! Hey! Hey hoi! Doei doei! Doei doei! Zullen we een lekkere krippel hier doen? Ja! Nou, lekker een hoes, jong. Tussen poetsen en op bedje. Oeh, goedetje. Hey, doei jongens. Tot morgen.